De teksten waarmee Theo Wesselo en zijn band Housemargen al jaren het Nederlandse podium onveilig maken, zijn gebundeld in het bloknootje Tekst en Uitleg. 30 mei is de release in de Rotterdamse club Bar. Hete middag. Het werd later en later. Haar gelog werd geschater. Haar gezeik werd geklater. En haar poes werd een kater. En vanavond is hij hier. Theo Wesselo! Theo, kijk uit, man. Gaat het? Gaat het? Ja, ja, ja. Nou, dit is wel de meest bijzondere opkomst in ieder geval dit seizoen. Okay. Ging natuurlijk vreselijk per ongeluk en mis. Gaat het? Ja, 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 ja. Moeten we een dokter bellen? Of, ik weet toevallig dat hij in de zaal zit uit Betrouwbare Bron. Hoe gaat het met je, Theo? Ik heb even geen woorden ervoor. Nee, maar gewoon goed. Ik ben blij dat ik zie het. Ja. Hey, jij geeft een bloknoot uit. Theo, ja. Hier. Je geeft een bloknoot uit. Ja. Een gedichtenbundel. Ja. Hoe ben je erop gekomen? Het was niet mijn idee. Het was iemand met geld en die wilde daar meer geld van maken. Ik zeg maar meteen. Ja, en jij had toevallig wel wat geld nodig. Nou ja, ik krijg daar niks van, want ik sta nog steeds onder curatelle. Maar hij wilde dat doen en ik zeg ja, doe maar joh. Weet je wel. Ik zit dan wel eens vaker zo naar jou op tv te kijken. En dan is het eerste wat ik dan gewoon denk is van... Maar ik zou wel eens heel graag willen weten wat Theo nou gebruikt eigenlijk. Dat wil ik ook. Qua wat? Nou ja, qua wat er door je bloed gaat op dit moment. Is dat iets lekkers? Of, Ik weet niet waar je het over hebt, man. Ah, joh, vertel, man. Het hele publiek wil dat weten. Nee, nee, nee. Maar dit is echt een heel, heel erg geheim receptje. Ja? En dat mag ik nog aan niemand vertellen. Goed cocktailtje wel. Nee, man, je weet ook dat ik al... hoe lang? Ik ben 2 jaar in de kliniek gezeten. Heb ik... Ja? Nee, nee. Dat, weg. Dat is heel goed gekomen, die kliniek. Ja. Daar ben je eigenlijk veel beter uitgekomen. Zal ik een gedichtje gaan voordragen? Dan heel graag, ja. Even kijken wat ik hier heb staan. Wat zit je nou de hele tijd naar mijn kruis te kijken, man? Oh nee, dit was een tussenopmerking. Ging ik gisteren condoompjes halen bij de Ethos? Zegt ze, wilt u er een zakje bij? Zeg ik, nou, zo lelijk is ze nou ook weer niet. En ik kan er wel even doorgaan. Nou ja, graag, graag nog eentje, graag nog eentje. Gisteren probeerde ik weer iemand te zijn die ik niet was. En je raadt het al. Ik was het wel. Waarom schrijf je eigenlijk die gedichtjes? Waarom? Ja. Ik weet het niet. Het is iets in me wat gewoon vanzelf naar boven komt en dan schrijf ik het op. Een soort ecrituurautomatiek. Want tegen de redactie had je toch wel zoiets gezegd van... om het leven een beetje vol te houden en de liefde erin te houden. Klonk eigenlijk iets mooier dan wat je nu ziet, een beetje stoer te doen. Nu ik kan me dat helemaal niet herinneren. Dit is een natuurgedicht. Stelletje ligt in de berm te pompen. Lekker strak, hè, zegt het meisje. Ligt niet aan jou, hoor, zegt de jongen. Ah, dit zijn meesterwerken. Wat kost die bundel eigenlijk? Ik heb begrepen dat die iets ongeveer 10 euro moet kosten. 10 euro? Ik zou er even bovenop doen, want het is misschien ook dan wel zo'n beetje je enige inkomsten die dat gaan worden. Of waar leef je eigenlijk van? Ja, dat hebben jullie dat niet besproken met je producent. Oh, nee? Dat daar niet over geluld wordt. Oh, daar mogen we niet over... Ik vind geld zo onbelangrijk dat ik het meestal niet eens nodig vind om te betalen. En eventjes, om weer terug te gaan naar liefde. Het volgende liefdesgedicht heet... Wat is het toppunt van plas- en poepseks? En het gaat zo. Een drol pijpen. Ik wil er nog één, Theo. Best goed. Ik wil er, nou, het is best wel heel goed. Ja, gaan we hem kopen, deze dames en heren, deze bundel? Gaan we hem kopen of laten we hem liggen in de winkel? Nou, dan hoef ik niks meer te zeggen, nou, hè? Nou, graag nog één toegifje, nog eentje. Nog eentje? Eentje. Moet ik even een goede zoeken,
We hebben de tijd, Theo, want... natuurlijk, ja, joh. Een gozer die komt thuis met een kippen onder zijn arm, zegt hij... Dit is nou het varken waar ik je al 3 jaar mee bedrieg. Zegt zijn vrouw, maar dat is helemaal geen varken. Zegt die gozer, ik heb het ook niet tegen jou. Hey, ga je hier nou ook nog straks zingen ook? Was dat het idee? Ja, maar die drummer, de drummer is er nog niet. Oh, de drummer, we moeten even wachten dus. Hij is er wel hoor, inmiddels. Maar je gaat nog optreden, want je hebt dus een band, had ik net al gezegd, de Housemacher. Ja, ja. Dat doe je al een tijdje. Ja. En dat gaat wel goed. Heel goed. De beste band van de wereld is dat, hè? Heb ik ook begrepen ergens. Ja, ja. Ja. Klopt. Nee, het is zo, we hebben alleen iemand moeten inhuren via het uitzendbureau. Want? Je weet wel. Je weet wel, nee? De synthesizer-speler, die was er niet. Oh. De drummer, die is te laat. Ja, dus je hebt iemand van het uitzendbureau in moeten huren. Ja, maar... En dat is... ik zie het al. Er staat ze. Lauwe. Nou, ik zou zeggen... Ik ben ook. Ga lekker klaarstaan, Theo. Dan, Ik doe even mijn bril op, want ik kan het anders niet hebben. Wat ga je zingen voor ons? Fijne Vent. Dat is een liedje wat ik voor jou heb... Oh, wat aardig. Fijne Vent. Geschreven. Wat leuk. Fijne Vent. En verder? Als een homo, maar het maakt niet uit. Je kijkt als een homo, je praat als een homo, je doet als een homo, maar het maakt niet uit. Oh. Je bent een fijne vent, dat is wat je bent. Een hele fijne vent, dat is wat je bent. Een hele fijne vent, dat is wat je bent. Een hele fijne vent. Als een homo. Je lijkt op een homo, maar het maakt niet uit. Je schaatst als een homo, je danst als een homo, je zwemt als een homo, maar het maakt niet uit. Want je bent een fijne vent, dat is wat je bent. Een hele fijne vent, dat is wat je bent. Een hele fijne vent.